Yo gasten, FIFA Bouncy. Vandaag wordt het waarschijnlijk wel een mooie pack opening. Want ik heb speciale pakketjes voor jullie klaarstaan. Ik zal ze wel even laten zien. Want allemaal weer Squad Builder Challenges pakketten. We hebben twee zeldzame gouden spelerspakket. Plus dat houdt in dat je minimaal één speler van 81 rated of hoger krijgt. En daarvan heb ik er 6 gekregen. Dan moest je zeg maar een team inleveren met minimaal 5 zeldzame spelers. En voor de rest kon je ook normale spelers inruilen. In ieder geval, ik heb ziek veel spelers moeten inruilen om zoveel packs te kunnen krijgen. Daarnaast heb ik ook nog gewoon wat 2 zeldzame spelerspakketten. En met al die pakketten kunnen we natuurlijk ons team weer beter maken. Namelijk dit team. Want dit is gewoon zo'n nice team. Dit zijn allemaal spelers die ik gratis heb gekregen. Zeg maar uit van die Squad Builder Challenges packs. Gewoon al 3 special cards. Dus ik hoop dat ik er zo meteen weer een paar goede spelers bij kan toevoegen. Maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Maar voordat we verder gaan, vergeet allemaal natuurlijk niet dat duimpje omhoog te smashen en te abonneren op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, want op naar de 100.000 abonnees. En als je zelf trouwens ook points nodig hebt om packs te kunnen openen voor op de PlayStation of Xbox of whatever, ga dan even naar startselect.nl. Link staat in de beschrijving. Gebruik de code BOUNCE voor je korting. Maar laten we nu maar in ieder geval eerst al die pakketjes gaan openen. Daarna koop ik ook ziek veel FIFA punten. We gaan daar ook nog allemaal packs mee openen. Want er zijn namelijk best wel goede informs. Maar wat ook heel mooi is, is namelijk pad naar de roem. In ieder geval ziek veel special cards zijn er op dit moment. En ik wil er natuurlijk 1 of 2 van krijgen. Laten we gewoon meteen beginnen met die 2 zeldzame gouden spelers plus pakketten. Wat een lange naam eigenlijk voor zo'n pakket. Mijn eerste pakket. Kom op. Yes, meteen een 83 plus. Is het een special card? Nee, dat helaas niet. Maar kom op. Polen. Oh, als het Lewandowski was geweest, zou echt ziek OP zijn geweest. Gleek, 85 rated. Het is wel echt een hoge rated speler. Ja, hij is gewoon te traag. Voor een centraal verdediger is hij dan helaas net te traag. Maar hij krijgt gewoon 2 81 plus spelers. Holy shit. Weet je wat? Ik bewaar deze nu nog even. Ik ga eerst die andere 2 spelerspakketten openen. Want hier krijg je niet gegarandeerd een 81 plus. Dus de kans is ook best wel aanwezig dat je hier geen goede uit krijgt. Maar ik krijg meteen een 83 plus. Oké, nice. Dat maakt dus niet heel veel uit. Argentinië, centraal verdediger. Ja, dit is Otamendi. 83 rated. Gaat ermee door. Ja, je hoopt altijd op iets beters als je Argentijnse vlag krijgt. Maar oh, ik krijg echt goede spelers, man. Ik krijg ook nog Jivinko, 82 rated. Ik heb tot nu toe nog alleen maar 81 plus spelers gekregen uit deze packs. Holy shit. Nou, die kan ik sowieso goed gebruiken voor in mijn team. Want dat is natuurlijk mijn gratis team. Volgende. Oh, zou wel heel sick zijn geweest als we gewoon 3 keer achter elkaar een 83 plus kregen. Franse centraal aanvallende middenvelder van 79. Ja, ik sla ze gewoon allebei op in mijn club. Weet je, ik kan, ja, wat moet ik er anders mee doen? Ik kan ze ook niet discarden. Ja, kan ik wel doen. Maar daar krijg ik helemaal geen coins voor. Volgende. Yes, weer een 83. Holy shit, wat krijg ik veel 83 plus spelen. Spanje, CM. Is het in Iniesta? Real Madrid. Oh, dit is Isco. Holy shit. Nice. Oh, weer een goede speler. Wat zijn deze packs niet normaal goed tot nu toe. Oh, mijn team wordt zo overpowered door alleen maar gewoon gratis spelers. En dit zijn nog niet eens de beste packs. Dit zijn zeg maar nog de iets mindere goede 2 spelerspakketten. Maar als ik zulke goede spelers krijg, dan boeit het helemaal niks. En ook nog een rechtsbuiten van Borussia Dortmund, die ook best wel goed is. Weer een Real Madrid balkout. Ik heb Isco al een keer gehad. Ik heb Benzema. Ik heb Modric al een keer gehad. Het blijft maar doorgaan. Niet normaal. Maar we hebben nog wat pakketjes te gaan. Holy shit, ik heb er zin in. Ah, helaas geen 83 plus. Helaas dikke pindakaas. Maar wat krijgen we wel? Zweden linksachter. Is het Rodriguez? Ja, volgens mij spreekt het zo uit. Nou, gaat ermee door. En dan hebben we, hebben we nog 5 van die speciale pakketjes te gaan. Met gegarandeerd een 1,81 rated speler. Of hoger. Dus ik denk dat we nog wel wat goede gaan krijgen. Nu helaas geen 83 plus. Dat is wel jammer. Maar een 82 rated zoals Martial of zo zou ook heel fijn zijn. Maar dat is dit absoluut niet. Ik heb deze kerel volgens mij al zo vaak gepakt. Maar misschien dat het volgende pakketje dat alweer goed maakt. En nee, kom op. Ik wil die flare in het midden zien. En ik wil eigenlijk ook nog een special card. Dat zou helemaal ziek zijn. Yo, ik wou net zeggen, ik krijg nu dezelfde. Maar dat krijg ik niet. Maar hier heb ik ook niet zoveel aan. Dat is wel een beetje jammer. Maar we hebben nog 3 van dit soort pakketjes te gaan. Weer niet. Kom op, de eerste 5 waren zo bizar goed. Echt niet normaal. Alleen wordt het nu wel iets minder. Terwijl dat je zou verwachten dat in deze packs juist de betere speler zou moeten zitten. Maar tot nu toe valt dat eigenlijk wel tegen. Ja, ik heb Gleek gekregen. Nou, om dan ook te zeggen dat Gleek echt een speler is die je wil hebben. Nee, niet echt. Maar come on, een glim in het midden. Oh shit, oké, we hebben nog maar 1 zo'n pack te gaan hierna. En dan wil ik toch wel even een 83 plus of een special card. We krijgen Coleman. Coleman, ja,
prima 81 rated. Ik ga hem toch niet gebruiken. Rechtsachter met 73 pace, daar word je niet heel blij van. En dan wordt dit de laatste Squad Builder Challenge pack. En yes, oké, nice. We sluiten het toch nog even af. En hierna gaan we natuurlijk nog heel veel andere packs openen. Duitsland, centraal verdediger. Daar kan het heel veel zijn. En het is Mustafi. Ik weet niet of ik die al een keertje had gekregen uit zo'n pack. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar gaan we nu achter komen. Nee, we hebben hem nog niet in mijn club. Oké, dat is nice, want het is een goede Premier League speler. Die ik denk ik sowieso wel kan gebruiken voor in mijn team. Dus op zich ben ik er best wel blij mee. Nou, dit is het team die ik even snel in elkaar heb gezet. Het is dus gewoon een team met alleen maar gratis spelers. En ik heb eigenlijk op alle posities al wel prima spelers. Ik heb hier Isco, ik heb hier Carrasco. Dat zijn gewoon twee walkouts. En verder heb ik hier ook nog Kane. Dat is eigenlijk ook een walkout. Maar ja, die vind ik niet heel chill spelen. Dan kan je natuurlijk beter Morata daar hebben staan. Maar ik wil eigenlijk nog wat spelers om Carrasco heen hebben. Die daar nog wat linken. Want ik wil Carrasco en Isco natuurlijk wel gebruiken. Maar dit is wel sick. Ik heb wel zo'n goed team met alleen maar gratis spelers. En het wordt gewoon elke week beter. Dus dat is nice. Maar we gaan nu gewoon een tijdje lang gewoon de packs kopen. Dan moet ik eerst even FIFA punten toevoegen. Gaan we even lekker wat openen. En dan zien jullie daar alle hoogtepunten van. Ja, oké, nice. Eerste border van de 7,5k pakketjes. Kom op, Spanje doelman. Ah, dan hoopte ik op de gay. Ja, Reina is dan niet de 83 plus speler die ik eigenlijk wil krijgen. Maar op zich, weet je, ik heb nog niet eens zo heel veel 7,5k pakketjes geopend. Dus op zich ben ik hier nog wel tevreden mee. Ik stuur hem wel naar de transfermarkt. Ja, mooi, yo, twee achter elkaar. Wat is dit? Oh, alleen in vorm. Oké, kom op. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er al iets minder goed uit. FC Utrecht. Oh, dit is, hoe heet die? Labiat. Oké, Eredivisie in vorm. Leuk dat ik even een in vorm krijg. Maar ja, dan hoop je toch op een iets betere in vorm. Wij krijgen 83 plus speler en daarna een in vorm. In twee pakketjes, in 7,5k pakketjes. Dus dat is op zich wel sick. Een item aanbieden, prijs vergelijken. Ik denk dat die discard waard is. En dat is die inderdaad. Maar toch leuk om te hebben. Weet je wat? Ik ga hem niet discarden of naar de transfermarkt sturen. Ik stuur hem gewoon op in mijn club. Weet je, misschien dat ik hem nog wel eens kan gebruiken. Ja, weer een border. Wat is dit? Waarom zijn die 7,5k pakketten opeens zo goed? Dit slaat helemaal nergens op. Nederlands spits, dan is het Bas Dost. En dat is het inderdaad. Ah, de enige speler uit Nederland die chill is eigenlijk is Robben. Die is dan nog wel wat waard als valkoud. Voor de rest eigenlijk helemaal niemand. Bas Dost zet ik wel even op de transfermarkt. Ja, misschien dat hij voor nog iets verkoopt. Maar daar ga ik er niet van uit. Maar weer een boy. Dit is echt niet normaal. Ja, wat de... Alweer. Kom op, Spanje, spits. Is het Morata of iets dergelijks? Nee, het is Aspas. Ah, gaat ermee door. Maar weer een 83 rated plus. Normaal krijg ik nooit zoveel speciale kaarten. Kijk, ik heb nog niet eens... Ik had voor de 100 euro gekocht, dan heb je 12.000 FIFA punten. Ik heb nog niet eens 1.500 opgemaakt en ik heb al zoveel spelers. Deze naar de transfermarkt. Deze ook even naar de transfermarkt. Dit is echt niet normaal. Ja, wat is dit? Wat is dit? Alweer. Ik ben de tel ondertussen helemaal kwijt. Maar centraal verdedigende middenvelder uit Frankrijk kan niet heel veel goed zijn. Maar ja, ik ben de tel gewoon kwijt. Hoeveel borders ik al heb gehad deze video. Het blijft echt maar doorgaan. Alleen het is wel jammer dat ik niet extreem veel spelers krijg die heel veel waard zijn. Weet je, zo'n 83 speler is chill. Maar dan hoop je eigenlijk toch wel eentje die net iets meer waard is dan deze. Want ik denk dat die maximaal voor een paar duizend coins verkoopt. En dat is wel jammer. A few moments later. Nou, ik wil niet zeuren hoor, maar ondertussen is het al best wel heel lang geleden dat ik weer een border heb gekregen. Maar gelukkig krijg ik precies eentje als ik erover begin te zeuren. Oké, misschien moet ik dat vaker doen. Oh, is het Boateng? Oh nee, dit is geen Boateng. Oh, scheisse, dat is een beetje jammer. Nou, dit is wel een Bayern München speler van 83 rated. Ik heb hem nog nooit eerder gepakt, maar even checken hoeveel die waard is. Ik denk niet heel veel trouwens. Nee, inderdaad. 2000 coins stacking ongeveer. Nou, beter iets dan helemaal niets. Sturen we jou naar de transfermarkt. Ja, ik had net echt gewoon 10 packs ongeveer achter elkaar geen borden gekregen. Dus ik dacht, waar blijft hij nou? En dan komt hij ook gewoon meteen. Net als ik over begin te praten. Zouden we 2 achter elkaar kunnen krijgen? Come on! Nee, helaas. Ja, dan moest het een dik pakket zijn. Het is een non-rare. Laat maar. Weet je wat, ik ga nog wel eventjes door met packs openen. Maar ik wil nog één goede speler. En daar sluit ik dan deze video mee af. Dus als ik nu één goede speler krijg, dan stop ik. Maar die wil ik dan nog wel even krijgen. Dus dan moet dat nog wel even gebeuren. Misschien in dit pakketje. Dan moet het een dik pakketje zijn. Dat is het niet. Dus dan kan het al geen goede speler zijn. Ja, of het moet Martial zijn of zo. Die is dan nog steeds veel waard. Maar dat is niet het geval. Ja, eindelijk. Oké, dit wordt de laatste pack. Het duurde opeens zo lang voordat ik weer een border kreeg.
Duitsland linksbuiten, Paris Saint-Germain, dit is Draxler. Ik wist eigenlijk eventjes niet wie ik moest verwachten, maar Draxler speelt daar natuurlijk. Ah, voor een linksbuiten is hij dan wel net te traag. Maar ik vind het wel een goed genoeg speler om zeg maar deze pack opening mee af te sluiten. Even checken hoeveel die waard is. Ja, 3000 coins, 4000 coins ongeveer. Niet heel veel, maar toch goed genoeg om eventjes op de transfermarkt te zetten. Weet je, ik heb deze pack opening eigenlijk niet eens zo heel veel spelers gekregen die veel waard zijn. Maar ja, Isco die heb ik gekregen, maar die kan ik niet verkopen. Maar ik check wel even hoeveel die waard is. Isco is volgens mij iets rond de 30k waard of zo. Nou ja, dat is toch chill meegenomen als gratis speler, zeg ik dan maar. Maar dan was dit het voor deze pack opening. Ik heb dus eigenlijk best heel veel mas gehad uit die 7,5k pakketjes. Je hebt soms ook wel gewoon een opening voor 50 euro 7,5k pakketjes. Krijg ik gewoon helemaal niks. Maar ik kreeg nu vet voor borders. Ik heb nog een inform gekregen, namelijk Labiat. Niet dat die heel veel waard is, maar is toch leuk om te krijgen. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zo ja, laat natuurlijk dat duimpje omhoog achter. Ik upload elke week een pack opening. Dus volgende week weer een pack opening. Hopelijk krijgen we dan weer wat goede spelers. En ik wil nog steeds een keer een icon packen. Ik heb nog nooit een legend of een icon gepackt. Hoe lang is het nodig? Hoeveel geld moet ik uitgeven voordat ik een keer zo een krijg? Ik heb geen idee. We komen er vroeg of laat achter. Want ik denk dat ik toch ooit een keertje een icon moet krijgen. Ga ik vanuit. Maar bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk dat slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!